Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik al oftewel waard. En dat is waar ik elk van mijn video's mee begin. En in deze video ga ik wat meer uitleggen over wie ik eigenlijk ben. Want ik heb onlangs voor de tweede keer meer dan 1000 views gehad op één video. En ik wil jullie daar enorm voor bedanken natuurlijk. Bedankt voor elke view op die video. Maar daarom heb ik dus wel mijn eerste video met 1000 views offline gehaald. Want dat was de laatste video waarin mijn gezicht te zien was. Vanaf nu zal dus iedere nieuwe persoon op dit kanaal niet weten hoe dat ik eruit zie. En misschien vorige ook die die video niet hebben gezien. Maar ja, ik ben dus Wart. Ik ga op het internet onder de naam Warakro. Ik ben op dit moment 14 jaar oud, maar ik ben bijna 15, want ik ben geboren op 31 maart 2006. Ik heb dit YouTube-kanaal aangemaakt op 31 maart 2016, de dag waarop ik 10 ben geworden en ook mijn PlayStation heb gekregen. En op die PlayStation heb ik tot nu toe elke video die ik heb gemaakt gespeeld. En ja, ik speel games zoals Minecraft natuurlijk, Grand Theft Auto 5 online natuurlijk. En fun fact, ik had GTA voor ik mijn PlayStation had. En Battlefield 1, vooral oudere games dus. De laatste tijd heb ik een serie in Minecraft met Rune, mijn beste vriend. En ja, als je op deze YouTube-kanaal al een paar video's hebt gekeken, dan kan het bijna niet dat je Rune niet hebt gezien. Want hij doet mee in het grootste deel van mijn video's. En anders doe ik het alleen. Er is niet echt iemand anders waar ik video's mee maak op dit moment. Vroeger was dat er wel, maar ja, dat is Google die aan gaat staan. Maar oké, ik ga beginnen met de basics. Dus, lievelingskleur, lievelingsdier, etc. Een lievelingskleur heb ik niet echt, maar ik hou wel van kleurencombinaties met zwart. Dus bijvoorbeeld zwart met rood, zwart met blauw, zwart met geel. Vind ik allemaal wel mooi. Een lievelingsdier heb ik ook niet echt, maar ik hou wel van de jachtluipaard, omdat ik zo... Ik zie de gelijkenis met mezelf, want ik ben altijd een heel goede sprinter geweest. Op de lagere school had ik altijd de beste punten en de beste tijden op 60 en 100 meter sprint. Maar uithoudingsvermogen, dat is iets anders. En dat is precies hetzelfde bij jachtluipaarden, want die kunnen ook heel snel lopen. Dat weten de meesten wel, maar die hebben ook een vrij slecht uithoudingsvermogen. Maar ik heb dus ook een hond, Perry, en zijn ras is een langharige dwergtekkel. Dat is zo'n worsthondje, zoek maar eens op. Mijn lievelingseten is pizza, maar alleen van Dr. Oetker. Zo, niet van de pizzeria of zo, gewoon echt uit de ijskast, ja. Als jullie meer vragen hebben over mij, over dit soort dingen, dan mag je die natuurlijk altijd in de comments stellen. Ik ga proberen die zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. En ja, volgende onderwerp. Oké, nu ga ik vertellen over muziek. Muziek is iets heel belangrijk in mijn leven. Ik luister constant muziek en ik luister muziek van de jaren 60 tot muziek van nu. Dus ik luister heel veel muziek. En ik luister naar muziek van... 21 Pilots, Marshmallow vind ik ook heel goed. Maar ook naar oudere groepen, zoals de Red Hot Chili Peppers. Maar mijn all-time lievelingsnummer is Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En het zit gewoon zo mooi in elkaar. Gewoon die zang en die gitaar en die drum. Gewoon echt allemaal samen, gewoon echt... Een van de beste nummers vind ik... Ja, het beste nummer aller tijden vind ik. Maar het komt ook dat ik dat een heel mooi nummer vind. Doordat ik het zelf een beetje aan het spelen ben. Ik speel gitaar. En ik ben ongeveer aan het leren het te spelen. De intro... Ja, de intro. Het is niet het moeilijkste stuk van het nummer natuurlijk. Maar... maar als je dat doet, dan weet je hoe lastig het is,
wat dat allemaal is. En dan krijg je nog meer respect voor hoe dat die dat hebben gemaakt. En ook iemand waar ik vrij veel. Allee, ik luister er niet veel naar, maar ik heb er wel veel respect voor, is Carlos Santana. Die is iets minder bekend onder de jongeren, maar hij speelt ook echt gitaar als de beste. Hij heeft de beste solo's. En hij zegt, hij speelt met zo'n gitaar echt. Dat is echt abnormaal. Maar volgende topic. Ik geloof niet echt in het christendom, maar ook niet in ander geloof. Hoewel ik in een christelijke school zit. Ik heb eerder een soort eigen geloof. Ik geloof wel dat er iets of iemand is dat kan horen wat jij denkt. Maar ik denk niet echt dat dat een god is. Dat is eerder zo een soort rechter. Want die zal na je dood bepalen wat er met je gebeurt. En er zijn twee opties. Je gaat naar de hel. De hel bestaat dus wel in mijn geloof. Maar dat gebeurt alleen als je echt iets heel ergs hebt gedaan. Bijvoorbeeld, je hebt iemand vermoord zonder reden. Je hebt echt gewoon mentale problemen of zo. Dat is echt gewoon alleen dan. Er spant ondertussen ook iemand op mij. Maar de andere richting, als je goed bent geweest in het leven, dan is dat niet de hemel. Ik geloof niet echt in een hemel. Ik geloof niet in een plek waar de, ja, ik weet niet, alles, ik weet niet, kan of zo, ik weet niet. Ik geloof niet in de hemel, maar ik geloof dat als je goed bent geweest in het leven. Oh! Oké, dus als je goed bent geweest in het leven, dus nooit iemand hebt vermoord of nooit echt mentale problemen hebt gehad of zo, dan mag je na de dood kiezen waarin, in welke vorm je terug kan gaan naar de wereld. Dus je kan teruggaan naar de wereld als een dier. Jullie een dier misschien, een hond of een leeuw of zo. Weet ik veel. Of je kan gewoon teruggaan als een mens. Dat kan je zelf kiezen als je goed bent geweest. Dus basically geloof ik eigenlijk gewoon in reïncarnatie. Ah, uw hoofd is eraf. Ah, alhoewel. We have lost objective Butter. Het is hier wel niet zo veilig om te zitten terwijl ik praat. Maar je weet niks van je vorige leven of van de keuze die je hebt gemaakt, natuurlijk. Behalve op één specifiek moment. Allee, dat kan wel vaker gebeuren. Maar dat is déjà vu's. Iedereen heeft het wel eens gehad dat je zo denkt van, tja, ik ben hier al geweest. En dat is wat je gelooft, wat je denkt. Onthouden hebt van. Oh, kok. Waar je ook met mijn sensitivity echt hoger zit. Dank u wel voor te sterven. Oké, volgende topic. Oké, ik woon dus op dit moment in België, Vlaams-Brabant. En ik woon in een dorpje aan de rand van Leuven. En met vrienden ging ik voor corona dan altijd in Leuven naar de cinema, naar de McDonald's enzovoort. Maar de helft van mijn familie woont in Nederland. Mijn vader is namelijk geboren in Nederland, maar hij is wel opgegroeid in Capelle in Antwerpen. Maar ja, nu zijn mijn ouders allebei hier gaan wonen. Ja, ik weet allemaal niet waar dat die allemaal gewoond hebben en zo. Dan moet je hun vragen. Daarvoor moet je naar mijn vader zijn YouTube-kanaal. Ja, oké. Hij is dus opgegroeid in Antwerpen, in Capelle. En mijn moeder is ook gewoon hier in België geboren. Ook in Leuven trouwens. Dus ik kan heel goed zo Leuvense accenten en zo. Kan ik echt gewoon voor geen poep. Maar ja. Maar ik heb dus langs mijn vader zijn kant, dus de Nederlandse familie, zeg maar, heb ik al een
goed jaar, een dik jaar. Ik denk kerstmis 2019 was de laatste keer dat ik die gezien heb. Dus dat is toch al wel een heel tijdje. Volgende topic. Oké, dan nu auto's. Auto's zijn ook wel echt een big deal in mijn leven. Als ik niet aan het gamen ben of op school zit, dan ben ik wel met auto's bezig. En ik hou vooral van oudere auto's, maar ook wel van nieuwere, sommige nieuwere. Een paar mooie auto's vind ik de Nissan R34, dat is dus deze. Allee, dit is de nagemaakte versie in GTA natuurlijk, ik heb hem niet in het echt, spijt genoeg. Maar ik vind ook de 350Z heel mooi, dat is ook in Nissan trouwens. Maar die kan ik eventjes laten zien, normaal gezien, hier bij Arena War. Die zit ook in GTA, dat is deze auto, toevallig net op sale. Maar deze is natuurlijk met dingen allemaal. Je kunt deze niet de stockversie krijgen, helaas. Dat zou ik al heel vet vinden. Maar dat is die vet. Dat is die auto. 350Z. Maar ik hou ook van de Toyota Supra. En dat is deze auto. Vooral zo JDM. Dus Japanse auto's. En mijn allerlievelingsauto is de Nissan 200SX. S13 met pop-up headlights, zoals deze auto heeft. Zo lichtjes dat zo omhoog komen. Zo. Dat is echt heel vet, vind ik. En ja, het is echt de auto van mijn dromen. Ik ga echt blij zijn als ik die ooit later zou kunnen kopen. Maar het is een oude auto, die wordt meer en meer zeldzaam. Dus de kans wordt kleiner en kleiner door de jaren. En natuurlijk kan ik op dit moment nog geen auto kopen. Dus ja. Volgende topic. Oké, dat was de laatste topic, helaas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Het heeft best lang geduurd. Oh, yay! Ik ben even een pilot. Oh, dit ding schiet snel. Auw, oké, dat was te verwachten. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Het heeft heel lang geduurd om te maken. Waarschijnlijk zit deze video, alleen de video van 1000 views, ondertussen al op 1200 of zo. En ja, echt bedankt voor naar de video te kijken. Voor ervoor mee voor te zorgen dat hij zoveel views heeft gehaald. Ondertussen komt mijn eten hier binnen. Waarom dat die ook zo lang heeft geduurd, is niet alleen omdat die lang duurde om te maken, want dat was ook het geval. Maar vooral omdat er een examenperiode midden tussenin zat. En op het moment dat ik dit upload, opneem, is die nog altijd bezig. Examenperiode. Oh ja, oké, ik was vergeten dat dat ding heel erg goed wordt. Ja. Zo, oké. Oké. Zo, dus bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vinden jullie het leuk met de drie games naast elkaar. De games die ik het meest speel. En ja, tot de volgende. En blijf mijn kicking video's kijken, zodat ik misschien ooit de 10.000 views kan krijgen. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Dus tot de volgende video. Yo.